Jullie, kom hier. Jullie lopen te ver vooruit. Dat is niet handig als jij vooruit gaat rennen de hele tijd. Vandaag in een huisvol trotseren de Burenbrugs voor Koningsdag een overvol Maastricht. We zien het. Ja, er zijn meer dan zien niks zien. Ze hebben een plek om de eerste rang beter te bemachtigen. Maar als het koninklijk paar in aantocht is, lijkt het hoogtepunt voorop in duigen te vallen. Oh, ze komen. Moet naar de wc. Waarom moet je naar de wc? Kom maar, ze zijn nog. Gefeliciteerd. Bij Johan en Janneke Jelies staat zoon Harry vandaag centraal. En oudste dochter Jenny wil schitteren op haar Sweet 16 party. Ik verheug me er al 16 jaar op. En het is gewoon, je mag gewoon meer. Ja, maar dat valt niet mee om een geschikte jurk te vinden. Ik mis de Sparks. En de familie zelden rust. Zij vieren Pasen op hun vrachtschip. Dames, wat zijn jullie aan het doen? Eieren verven. Ja. Julian, ben jij ook eieren aan het verven? Ja, ik ook. Het is altijd spannend als de stuurhut 11 meter omhoog gaat. Hoog, hè? In die hoog. Nee. Niet spannend? Wel. Oh, ik wel. Ik heb wel een beetje af te vrezen. En de oudsten van de familie Kudogam doen mee met de Ramadan. Hij is open. Oh, maar er waren er meer. En hij was dicht. Het is maar voor één dag. Maar dan nog lijkt niet iedereen zich aan het vaste te houden. Maar jij hebt koffie gedronken, hè, Vizierik? Jij speelt vals. Cheater. Hij hangt. Bij de familie Burenbrugg uit het Duitse Hoekelhoven staat de dag in het teken van de Oranjes. Jongens, het is 9 uur. We gaan zo. Kom, hop, hop. Kom jullie eventjes. Het is Koningsdag en Willem-Alexander en Maxima bezoeken vandaag Maastricht. Dat is relatief dicht bij de Burenbruggs en daarom grijpen ze de kans om het koninklijk paar in het echt te bewonderen. Jeannot, ik roep jullie allemaal aan de tafel, toch? Zeg maar boel. Kom maar. Kijk. Oh. Maar deze is eigenlijk nog leuker dan wat je nu aan hebt. Wat denk je wat we nou gaan doen met allemaal oranje? Is dat dan nemen we... Naar de koning. Gaan we naar de koning? Ja. Bijna goed, we gaan inderdaad wel kijken naar de koning en koningin. We gaan naar de koning. Hallo. Dubbele bokken. Dat is het goede, hè? We gaan even naar de koning. Wow. Vandaag is Koningsdag. Juist. Oh, voor jou ook, jongen? Nee. Ja, alsjeblieft. We zullen zien of oranje past. Hè? Oranje boven, als Nederlands en Duitsland. Hè? Denk je dat leuk om naar de koning te gaan kijken dan? En de koningin? Oh nee, jawel, koningin. Hoewel de Burenbruggs al 3 jaar in Duitsland wonen, viert het gezin nog elk jaar Koningsdag. Het hoort wel bij het Nederlands zijn, hè? Denk ik. Nederland is een monarchie, hè, zeggen ze. Hè? Dus ja, het hoort echt bij, denk ik. Dus Koningsdag is als de koning jarig is, toch? Vroeger had je Prinsjesdag, hè? Ja, zo steeds. Is het steeds Prinsjesdag? Toch? Dat had niks met een verjaardag te maken, toch? Wel? Oh, ik ben er helemaal uit. Nu de Burenbruggs zijn getransformeerd tot koningen en koninginnen, mag er één ding niet ontbreken: een echte oranje tompoes. Ja, is het lekker? Ik kan nooit niet knoeien met een tompoes. Ja? Nee, koning. Een jongen is een koning, toch? En een meisje is een koningin. Oké. Harry gaat zoeken. Moet jij even stoppen? Nee, ik ga zoeken. Dat ga ik vertellen. Oké. 1, 2... In Tollebeek is het voor de familie Jelies ook een speciale dag. Want een van hun 9 kinderen maakt vandaag kans op een diploma. Ik ga afzwemmen voor A. En als ik A heb gehaald en ik kan dan goed zwemmen... dan mag ik voor zwemlessen af. Hij heeft het snel gedaan. Hij is 4 maanden zit hier nu op, dus hij vlug... Ja, wij doen ook iets ouder erop. Scheelt enorm veel lessen, want ze leren veel sneller. Voor Johan en Janneke is afzwemmen inmiddels gesneden koek. Maar voor Harry wordt het de eerste keer. Ik vind het spannend. En ik vind het leuk. Het was nog een beetje spannend, hè? Hij was een beetje ziek gisteren. Ja, en er was vanochtend ook nog niet helemaal... Morgen ook nog niet lekker. Dus we hebben voetbal wel afgezegd. Ik zeg, dan kunnen we je krachten sparen voor zwemmen. Doeg. Voorzichtig. Doei. Doeg. Nou, start. De volgende ben jij, toch? De volgende ben... Ja, ik ben... Jij mag bij de volgende keer, hè? Nou, Harry... Ja?
Daar gaan we, jongen. Hollo, 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 hollo. Nou. De kleinste Jelies worden deze ochtend opgevangen door familie, want oudste dochters Jenny en Aida gaan shoppen. Jenny wordt bijna 16 en ze is op zoek naar een oogverblindende jurk voor haar Sweet 16 party. Ze heeft een aardig wensenlijstje. Sowieso iets met paars, sowieso. En liefst met glitters en dat is echt wel een beetje het idee, een beetje lichter paars. Ja. En als hij het kort is, dan gewoon kort, maar liefst lang. Als jij was, zie je het gelijk even melden. Het is wel echt super gaaf, hè? 129 euro. En ik heb 105, dus dat wordt hem niet. Ik vind deze wel leuk, ja. Jenny is er helemaal aan toe om binnenkort 16 te worden. Ik verheug me er al 16 jaar op. En het is gewoon, je mag gewoon meer. En ik weet nog, 15 was altijd van, ha, als je 16 bent, mag je dit. Als je 16 bent, mag je dat. En ik ben nu aan het sparen voor een brommerabewijs. En dan kan ik die fiets weggeven aan mijn zusjes. Dan denk ik van, weg. En ja, het is wel echt super chill. Nou. Wat vind je van deze om te passen? Eerlijk, ik vind de achterkant wel heel mooi. En de mouwtjes. Ja, ik vind die mouwtjes, maar we kunnen wel proberen. Zet jouw maat? Volgens mij wel, ja. Jenny en Aida zijn gek op kleding. De laatste jaren hebben ze een opvallende verandering doorgemaakt. Ik heb een mooi, Jenny. Nou, mijn kledingstijl ging echt van strakke broeken met een shirt aan naar wijde broeken met grote truien aan. En bij Jenny eigenlijk ook. Maar toen ik Jenny dat zag dragen, ging ik dat ook doen. Want ik vond het mooi, ik vond het leuk. Aida? Ja? Ik heb hem aan, maar hij zit strak, dus het moet even goed trekken alles. Want anders dan trekt hij op of zo. De familie Zelderust uit Werkendam heeft een lang paasweekend. Goedemorgen. En op vrije dagen zijn Jantina en de kinderen altijd op het schip bij vader Joshua. Jos, waar zijn we nu? Ze hebben hem een week moeten missen. En ze zijn heel blij dat ze weer samen zijn. Dames, wat zijn jullie aan het doen? Eieren verven. Ja. Julian, ben jij ook eieren aan het verven? Ja, ik ook. Nou, we verven eitjes in de sturen. Lukt het, Jirsa? Ja. Wat voor eitje ben je aan het maken, Jaira? Een regenboog. Wat leuk. Dochter Julia en zoon Jesse laten het eieren schilderen voor wat het is. Ze zijn super trots op hun 183 meter lange schip en laten het daarom graag even zien. We beginnen met de rondleiding. Beginnen we aan de achterkant. Aan de achterkant. Hier is schroefvaarder. Schroefwater. Met en de schroef zit hier onder. Touwen. En ja, koppeling. En hier hebben we de ankerketting. Hier kan je er tussen vallen. Hier kun je er tussen vallen, inderdaad. Hier zit de machinekamer. En daar zit de motor. Hier draait de schroef. En dan gaan we nu naar voren. Ja, het ziet er indrukwekkend uit. Maar hoe woon je met 8 kinderen op een schip? De rondleiding wordt overgenomen door dochters Jirsa en Jaira. Ze beginnen bij de meidenkamers. Hier slaapt Jadinja. Julia. En hier slaapt Julia. Joël, waar en hier slaapt Jaira. En hier slaap ik. Jij moet achter de meisjes aankomen. Hier slaapt Jesse. Oh nee, Jasper volgens mij. En dan slaapt hier Julian. Hier Jesse. Joël. En daar Joël. Hier slapen papa en mama. Dit is de douchebad. Kijk eens wat mooi, jongen. Nee. Bij de Buddenbrugs zijn zoon Jorien en zijn vriendin Sanne en zoon Xavier ontwaakt. Ze gaan ook mee naar Maastricht. Rob hoopt dat hij aan Xavier nog wel een oranje outfit kan slijten. Hey, ik heb een mooi t-shirt. Hey. Staf. Ik ga een oranje t-shirt aandoen. Heb ik gisteren ook. Waarom niet? Omdat ik er niet aan ben. Je wachtvlaggetje. Oh, jongen, ik heb zelf ook nog een t-shirt aan, jongen. Wat is het probleem? Ja, en ik heb gezegd. Je gaat naar oranje. Wat wil jij dan? Oranje. Als hij je niet wilt, wil hij niet. Dan heb ik het net ook al gezegd. Dat doet hij niet. Robbie, jij is 16. Ja, dat kun je. Hallo. Ja, maar dan kan ik helemaal niet thuis blijven, of niet? Rob vindt het best jammer dat Xavier niet meer warm loopt voor een oranje shirt. Ik vind wel, je mag trots zijn als Nederland om Nederland te zijn, zeg maar. En dat is ook een soort uiting van.
denk ik. Ja, je bent trots op Nederland, om in het Nederlands te zijn. En je gaat in het oranje, hè? Dat staat dan voor Nederland. Oh, ik heb nog een rood onder gedaan. Heb je Frankrijk? Oh, wat erg. Oh. Het ziet er naar uit dat de Bunnebrugs klaar zijn voor vertrek. Of toch niet? Televisie is uit! Nu! Yo! Kom! Hoi, waar is Charianne? Hallo. Charianne. Mama. Sorry, die is aan het huilen boven. Waarom? Ja, weet ik niet. Kom, muis, we gaan. We moeten gaan. Ja, dat moet zeker. Want anders missen ze de stoet met de koning en koningin. Oh, wat een werk, hè. Allemaal op gang krijgen. Tijden regelt het echt goed, moet ik zeggen. Doorgaan. Zij is wel, zij kan dat echt wel. Niet dat ze het hard dagen is of zo, want het is allebei onze taak. We zijn allebei ouder, maar ik bedoel, sommigen kunnen dat gewoon beter. Goed zitten, jongens. Gordeltjes, gordeltjes. Aida Jelis is heel nieuwsgierig naar haar zus Jenny, die misschien wel de perfecte jurk aan heeft voor haar Sweet 16 party. Ik ben nu klaar. Gaat ie, hè? Kijk maar in de spiegel. Ja, de lengte is wel spiegel. Ja, je vindt de lengte wel goed. Ja, het is wel een mooi figuurtje erin, maar ik vind hem niet echt, niet echt mijn ding. Je mist... Ik mis de sparks, Maar dan is hij wel super gaaf. Helaas, dit is niet de spetterende jurk die Jenny op het oog heeft. Maar dat ze überhaupt een jurkje durft te dragen is al heel bijzonder. Ik ben van skatestijl naar nu wel echt meer wat meisjesachtiger. Ik had niet echt zoveel zelfvertrouwen of zo. Ik was meer een beetje van zwart, val je ook niet zoveel op. En een beetje grote wijde broeken, wijde t-shirts. Een beetje weg van de wereld. En ja, het is nu anders. Maar ja, dat zijn niet de kleuren. Ook in de andere winkels kan Jenny de jurk voor haar feest niet vinden. Dan maar met zuslief een cafeetje in voor de lunch. Die is ook gaaf. I know. Heel. Nee. Ik vind dit weer te wijd. Ja, hè? Ik vind dit ook wel gaaf. Ik denk dat mijn moeders lekker naar een winkel gaat. Nog ergens anders even in Almere of zo. Dan zag ik wel precies zoiets. Ja. Alsjeblieft. Bedankt. Dankjewel. Eet smakelijk. Dankjewel. Jenny mag dan niet geslaagd zijn voor een jurk. Het programma voor haar feest ligt al een tijdje klaar. Er komt een fotohoekje. Dan gaat het allemaal paarse slinders met allemaal mooie glitterballonnen. Kan je daar een foto maken. En allemaal tafeltjes met drankjes worden erop gezet. En hapjes misschien wel. En ik ga met Aida, mee de beste zangeres van de wereld, gaan we een showtje geven en duet zingen. Ondertussen in Urk haalt Harry alles uit de kast om zijn A-diploma binnen te slepen. Super! Loop maar naar je vader en moeder, die doet je kleren naar buiten. Wat, mag je kleren uit? Geen knuffelen, hè? Nee. Is bij ons nou nummer 5 die afzwemt, maar het is gewoon, gewoon tof om het weer mee te maken. Blij dat we erbij mogen. Ja, en blij dat we erbij mogen vanwege die rotcorona. Het is een bijzonder moment en Johan en Janneke hebben er bewust voor gekozen om dit alleen met Harry mee te maken. Harry is nu in de picture en als wij alle kinderen meenemen, komt Harry ook niet in de picture. We willen nu even dat Harry even in de picture is. Het is hem zijn uitje, hem zijn dag. Zijn we willen straks wat leuks met hem gaan doen en ja, het moet even om Harry draaien. 1, 2. 3, 4, 9, 4. Leuk, hè, dit. Even maar een lange. Zo. Eet maar boven je bord.
Nou, jullie hebben lekkere broodjes gebakken, hoor. Jantina Zelderust en de kinderen varen voor 4 dagen mee op het schip van vader Joshua en zijn broer Ruben. Ze zijn hier elke vakantie en voor Jantina zijn dat de mooiste momenten. Ik ben heel graag aan boord, ja. Ja, absoluut. Ik zeg altijd, ik tel van vakantie naar vakantie, eigenlijk. Klopt wel. Want ja, dan ben je gewoon veel meer compleet. En dus, ja, wel prettiger vind ik. Ja. Hier hebben we appelmeer. De poffertjes. Jouw ei, of de poffertjes. Had je zo zin in de poffertjes? Ik vind het heel erg leuk om aan boord te komen. En dat proberen we ook aan de kinderen mee te geven. Gewoon echt het leuke van het varen. Kijk, ze hoeven het niet per se te gaan doen laten. Maar ik wil wel dat ze weten hoe leuk en ja, vrij het eigenlijk is. Je bent altijd gewoon onderweg. Je ziet wat anderen niet zien. Ik ben ook graag aan boord. Gewoon omdat het op het schip heel leuk is. Ik kan meedoen met de luiken dichtleggen. Helpen met het schoonmaken van het schip. Dat vind ik allemaal hele leuke klusjes. Ja, maar ja, hoe leuk is het eigenlijk voor Joshua's broer Ruben? Hij is vrijgezel, heeft geen kinderen en eens in de zoveel tijd krijgt hij 8 neefjes en nichtjes cadeau. Ja, het zijn er wel een boel. Ah, het is ook wel weer gezellig. Maar net als nu, als we een beetje tijd hebben, dan is het wel leuk. Maar er zijn ook wel eens momenten dat we met varen erbij en als we containers aan het varen zijn, dan moet je ook wel even andere dingen doen soms. Klaar met je poedersuiker? Is het eraf? Ik denk dat hier nog een beetje zit. Ik moet harder schudden. Nu nog op je hoofd, hè? Dat zijn neukjes dicht? Die vraag stellen Joshua en Jantina meerdere keren per dag. Want het blijft spannend met kinderen op het water. We hebben hier rondom de stuurhut hebben we een aantal hekjes waar de kinderen zonder diploma niet buiten mogen komen. En dan tijdens het varen blijven de groten op het roefdak. Ze mogen ook niet richting de zijkanten van het schip dan komen. Over de luiken. En als je ergens anders heen wil, dan wordt dat gevraagd. En dan gaan ze eventueel met zwemvest over de luiken. Dus ja, dat zijn wel strenge regels om van boord te houden. De 4 oudsten hebben een zwemdiploma. Ja. En de 2 meisjes, die gaan van het jaar zwemlessen. Volgende week maandag om 7 uur. Ja, dan hopen we dat ze in september een diploma hebben. Maar het belangrijkste is dat ze in ieder geval kunnen drijven. Ja, Ira wordt in oktober 6, dus die mag nu beginnen. Dus we nemen nu ook Irsa mee. Want dan kunnen we per 2 al zwemles. Dan ben je er als het goed is. In 19 weken ben je gewoon door je zwemdiploma heen. We gaan even jullie magen vullen. Heeft er iemand trek? Het is een doordeweekse middag bij de familie Kudogam in Amsterdam. Vader Ivan en zoon Seven zorgen voor een lekker tussendoortje. Maar Ivan mag niks eten. Hij doet namelijk voor 1 dag mee met de Ramadan, de islamitische vaste maand. Ik vind het belangrijk dat je die saamhorigheid ervaart. Hè? Verschillende culturen. Van, nou ja, ik zie jou en ik vind het best interessant om mee te doen met jouw gewoontes en zo. En dan doe je die zaadjes, die doen we hierin zo. Huppatee. Ook voor de kinderen, hè? Kijk, we hebben het natuurlijk allemaal hartstikke goed hier. Maar te eten en veilig dak boven je hoofd, over het algemeen. Dus het is ook wel gewoon goed om erbij stil te staan, om ook fysiek te voelen wat trek is. En dat iedereen een warm bordje heeft, iedere avond. En ik ben ook uitgedaagd, 7 jaar geleden, door een vriendin van mij, Naima. En waar we vanavond ook gaan eten bij Naima en Ab, die zei van ja, even, jij kan het nooit. Een dag niet eten, een dagje Ramadan red je nooit. Nou ja, goed. Als je 1 ding niet tegen mij moet zeggen, is dat ik het niet kan. Dus nee, ik ben geen cheater. Nee. Kun je dit uitdrukken? Kun je dit even uitdrukken? Sinds zonsopkomst is er bij Ivan geen hap meer ingegaan. En dat moet hij volhouden tot zonsondergang. Gelukkig heeft hij zich de afgelopen nacht goed voorbereid. Goedemorgen, het is nu 4 uur, bijna 4 uur s'nachts. Ik ga vandaag beginnen met de Ramadan, dus ik mag nu tot 4:30 in de ochtend of in de nacht eten. Een banaantje, water, een sapje erbij, de restjes van Pasen eten kop. Ik heb nog wat koffie bewaard. Ivan is niet de enige Kudogam die vandaag niet eet en drinkt. Cynthia, Lois, Pixie, Lien en Kik doen ook mee. Althans, dat zeggen ze. Ik heb vandaag nog niks gegeten. Nee?
Nee. Ja, wel stiekem, hè? Nee. Moet ik even die baklava checken? Ja, zeker. Ja, want ik heb ze geteld, hè? Hij is open. Heeft Jesse van gegeten? Nee, als het goed is niet. Oh, maar er waren er meer. En hij was dicht. Ja, ik heb erin gekeken, maar ik heb niet gepakt. Oh, je hebt er aan geroken? Nee, tuurlijk niet. Nou, jongen, ik geloof je. Ja, ik vind het niet zo moeilijk, want ik heb deze maand heb ik volgens mij iets van 3 keer al meegedaan. Maar ik vind het drinken is wel lastig, want ik heb wel gewoon dorst. Telkens. Maar het eten, dat merk je niet echt. Je wordt wel gewoon wat slomer en zo, maar niet echt heel veel honger. Zoon Kik is met 3 dagen vasten deze maand de meest fanatieke van het gezin. Ivan houdt het voorlopig bij 1 dag. En dat terwijl de officiële periode een hele maand is. Dat vind ik nou persoonlijk voor mezelf te ver gaan. Want kijk, dit goddelijke lijf, het moet onderhouden worden. En dat geldt ook voor het lijf van oudste zoon Jazz. Voor hem is 1 dag vasten al te veel gevraagd. Ik doe vannacht niet mee. Nee. Ga lekker eten. Lekker avondeten. Het is feest in het centrum van Maastricht. De familie Bunnenbroek nadert de drukte. En dat is best spannend met zoveel kinderen. Dat is niet handig als je even vooruit gaat rennen de hele tijd. Als het ze lukt om bij elkaar te blijven, zijn ze hopelijk op tijd. Voor Willem-Alexander en Maxima. Jullie, kom hier. Jullie lopen te ver vooruit. Jongens, bij elkaar blijven. Kom maar, kijk uit. De uitdaging is natuurlijk om bij elkaar te blijven. Ja, een beetje overzicht blijven behouden. En, ja. Rob. Oh, dat is vooral... Hallo. Je mag een beetje meekijken, hè? Ja, dat is wat ik zeg. Okay. Ja. Maar zorg dat we bij elkaar blijven. Dat is de grootste opgave. Gideon, hier blijven, alsjeblieft. Ja. Robby, je kinderen staan hier, hè? Ja, ik sta te kijken. Sluit voor je, toch? Even sigarettenpauze. Even bij elkaar blijven. Gietje nog, kom. De Bunnenbroeks willen een plekje bemachtigen waar ze de koning en koningin goed kunnen zien. Maar of dat gaat lukken? Tyla heeft daar een hard hoofd in. Ik denk dat ik zelf niks zal zien. Ik ben maar klein. Want misschien wat kinderen bij... kleintjes bij Rob, de schouder of zo. Ik denk dat het voor de kinderen wel jammer is dat ze ze niet zien. Oh, hoi, hoi. Kun je daar misschien een op de schouder pakken om te kijken of we een glimp kunnen zien? De meneer zegt net tegen mij, was hij al 2 uur met de kinderen, maar daar kom je niet door. Kom je niet door. Oké. Okay. Er is al 2 uur te wachten. Er zijn gewoon echt mensen die wachten urenlang, hè? Ja. Nee. 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 Nee, snoepje. Snoepje. Ja, snoepje. We zien het. Ja, er zijn meerdere mensen die niks zien. Ja, en dat horen ze dan... Het is een enorme teleurstelling en de stoet is ondertussen al dichtbij. Er zijn veel mensen loyaal aan Nederland en die willen gewoon graag naar Koningsdag. Dat zie je wel. Die loyaliteit is te zien, hè? In de opkomst. Maar de Bunnenbroeks krijgen het toch voor elkaar. Rob heeft contact gelegd met bewoners van de straat. En ze zijn uitgenodigd om bij hen thuis te komen kijken. Hi. Thank you for the hospitality. And Rob? Yeah, 11 children and my wife. It's crazy. Yeah. Very nice children. Yeah, thank you. Rob. Rob? Rob. Kyle. Kyle. Okay, thank you. Het is wel lief van de mensen. Ja man, echt super. We hebben nog gewoon privéview. Ja, leuk ja. Privéview. Maar goed, dan heb je het dus eindelijk goed voor elkaar. Loop je alsnog het risico om het moment suprem te missen? Hier boven blijven, jullie gaan niet naar beneden. Moet je naar de wc? Ik heb een vraag. Gewoon naar de toilet. Speak English or Dutch? English. English. Is it possible for her to go to the toilet? Ja, yeah, of course. Niet klimmen. Hier, er loopt beveiliging. Ja, ik zie je volgens mij. Ja, daar lopen ze. Oh, ze komen. Gefeliciteerd. Het is Harry gelukt. Hij heeft zijn A-diploma binnen en is apetrots, net als zijn ouders. Hey. Top, hè? Van harte gefeliciteerd, jongen. Hey, met die diploma. Moeten we even een foto maken of niet?
Even het bad op de achtergrond, zo mooi. Mag ik je diploma? Ik heb een aansteker en dan... Wil je? Nou, Harry? Om Harry's prestatie te vieren, gaan ze met z'n drieën, het draait immers om Harry, een lekker ijsje eten. Maar natuurlijk wordt eerst de rest van de familie op de hoogte gesteld van het goede nieuws. Hey dames, hij is geslaagd. Harry is geslaagd, hoor. Gaaf, hè? Wat doen? Hey, ik zag het wel. Wij zijn in het strandpaviljoen. Strandpaviljoen, ja. Oh. Hey, Caroline, als jij hem straks haalt, mag je ook dat doen, toch? Yeah. Helemaal alleen met je moeder en vader. Yeah. Doeg. Nou, kiekers. Kiekers. Allebei. Is het een feestje of is het een feestje? Nou, inderdaad. Oh, Harry. Ziet er goed uit, jongen. Proef. Ik vind het leuk dat jullie dit hebben gepland. Ja, vind je leuk? En ik vind het leuk dat jullie met mij nu een ijsje gaan eten. Vinden wij ook heel leuk dit. Hé? Hé, ik trots op je. Weet je? Ja. Nu je andere vier zusjes nog. Ja. Hè? Die moeten ook nog diploma. Nou, besef je ook dat we nu over de helft zijn? Doen we nu? Ja, dat besef ik. Je bent natuurlijk blij dat ze het allemaal halen, maar ja... Als ze het allemaal gehaald hebben, is het ook weer een periode die afsluit. Daar heb ik meer moeite mee. Het liefst hou je ze allemaal klein en hou je ze best... Ja, lekker om je heen. Onder je vleugels. Ja. Dat gaat voorbij. Dan zie je nou met Jenny al, die krijgt eigen smaak, eigen kledingstijl. Zijn eigen dingetje wil ze doen. Ze wil straks Sweet 16. Terwijl wij echt zoiets hebben van, nou... moet ja. Dat? Maar je gunt het daar wel, maar het is wel een stap weer naar het... Het volwassen worden en het, ja, straks onder moeders vleugels vandaan. Dat, ja. Ja, dat is wel een dingetje, denk ik. Hé, hey, matroos, wat ben je aan het doen? Ik ben de bel aan het poetsen, zoals je ziet. Zodat hij mooi glimt. Als de familie zelden rust op het schip is, dan zijn er altijd veel klusjes te doen. Met name oudste zoons Jesse en Jobel beleven hier veel plezier aan. Jesse, wat ben je aan het doen? Ik ga de auto's wassen. Want? Die zijn vies door het Sahara. Na de wasbeurt gaan de mannen snel naar de stuurhut. Want vader Joshua heeft ze iets leuks beloofd. Mag ik ook? Eerst even de rug door. Joël mag de stuurhut omhoog liften in de allerhoogste stand. Ze gaan 11 meter de lucht in. Nee, even wachten. Zie je toch dat de hut omhoog gaat? Ik ga voor Rosanna. Maar je mag hem niet loslaten. Vasthouden dan, hè? Niet, Hebben we toch? Nee. Dit is voor als we containers in hebben, dan, ja, dan kan de hut gewoon in topstand. En dan hebben we heel mooi uitzicht. Maar dan houden de kinderen wel echt binnen, hoor. Dat vind ik wel echt spannend als je zo hoog staat. En ze houden op het bord rest spelen, dan... Kijk, Jasper die probeert al uit te breken. Hoog, hè? Het is eigenlijk eng om te heen. Niet spannend? Wel. Oh, ik wel. Ik heb wel een beetje afgevrezen. Wil je naar buiten? Ja, die is heel stijl. We zijn 11 meter omhoog geschoven. Dus ja, we zitten nu op 15 meter hoogte. Ja. Maar we voelen ook nu wel, zeker nu dat druk wordt met schepen om ons heen, komen er veel golven bij. Ja, dan gaat hij hier zo in topstand al wel een beetje liebelen. Het is wel gewoon leuk om zo hoog te gaan. Vorig jaar hadden we heel vaak containers in, dus toen stond de hut telkens omhoog. Maar dan wanneer je naar de wc moet of iets beneden wil pakken, dan moet je wel buiten langs. Dan moet je buitenlangs, 's ochtends in de kou bijvoorbeeld, als je gewoon nog een pyjama aan hebt. Ja, is goed zo. Ja, soms niet zo leuk. Soms moet een kleintje dan naar de wc en dan moet je helemaal naar beneden lopen met ze. Dan moet je heel goed op ze letten. Nee, nee, niet. Los. Los? Nee. Nee, geef ze. Hi. Hey, hallo. Hoe is het, jongens? Nou,
chaos? Nee, nee, het valt op zich mee. Hoor. In Amsterdam komt Cynthia Kudergam thuis van haar werk. Ook zij doet samen met Ivan, Lobus, Kik en Pixie mee aan de Ramadan. Als het goed is, heeft ze vandaag niks gegeten en gedronken. Hoe zit jij erin? Ja, hartstikke goed. Hoe gaat het, de Ramadan? Je hebt koffie gedronken, hè, Vizierik? Maar ik heb niet om 4:30 s'nachts gegeten. Je hebt koffie Eén gedronken. Koffie. Jij hebt om 4:30 nog een heel... Vier uur. Tussen 4:30 en 5 mag je gewoon eten. Ja, maar ik heb dus al meer, langer, niks meer op. Jij hebt koffie gedronken, dus jij speelt vals. Cheater. Ah joh, weet je, je hebt toch al gecheat. Pak gewoon even. Nee, pak gewoon even. Nee, ja, doe maar gewoon. Nee. Mama mag wel eten. Jij mag naar boven lopen. Maar nee, niet. Niet? Nee. Ik heb niks gegeten. Oh, okay. Wie in ieder geval zuiver op de graad is, is dochter Pixie. Ondanks dat ze vandaag CITO-toetsen had, is er niks bij haar naar binnen gegaan. Bij mij gaat het wel goed. Eigenlijk. Ik heb wel een klein beetje dorst, maar... Het gaat wel goed. Ja. Ik vind het heel knap van je, hoor. Het is gewoon een mentale overwinning eigenlijk op je lichaam. Ja, we hebben heel veel moslimvrienden en kennissen. En ja, ik weet niet beter dat de vaste maand er is. Dus ik vind het ook gewoon uit solidariteit, maar ook verbondenheid creëren met elkaar. Vind ik het heel leuk om mee te doen een dag. Vandaag staat niet alleen in het teken van de Ramadan. Vanavond heeft de 15-jarige dochter Lois haar eerste middelbare schoolfeest. Ze heeft zich mooi aangekleed, maar Ivan heeft vraagtekens bij haar outfit. Ik zie wel een soort van... Pinkij? Ja, ik vind het een beetje ingewikkeld. Nee. Ik heb nog helemaal zo'n hemdje. Ja, je hebt wel een hemdje, maar kan je niet gewoon een kooltrui aan doen? Nee. Sorry. Het ziet er een beetje kort uit. Maar... Ja, we moeten een beetje zo, up, zo, up, zo. Hieronder heb ik en dit een beetje zo, zo, zo. Nee, lieve. Een beetje te ver. Nee, lieve. Ziet er schitterend uit. Ja. Kleine meisjes worden groot, hoe moeilijk dat ook is voor een vader. Maar ook Cynthia vindt de kleding van haar dochter te sexy. Ik ga even kijken. Ja, dat blouseje vond ik ook wel iets van, hoor. Maar ja, ik denk, ja, weet ik veel. Als er maar een blouseje onder zit, denk jij. Ja, zonder is te... Nee, zonder gaan we sowieso niet doen. Nee, maar jullie zijn gewoon irritant aan het doen. Maar ik heb geen ander onderhemdje. Ja, doe even een ketting. Is dit beter? Maar dan hangt het toch niet hier. Ja. Oh, maar dit is top. Ja, dus de focus op die ketting en niet op dat topje. Ja, en focus moeten we voorlopig even hier weghouden. Die jongens in Amsterdam, echt waar. Serieus, normaal met die gasten. Ja. Nou, Lo, veel plezier, meid. Ziet het hartstikke mooi uit, meid. Ik weet het wel. Kom maar, Mop, ik geef je even een slingertje. Veel plezier, Moppie. Het is 7:00 in de avond. Ivan heeft Lois afgezet bij haar schoolfeest en is inmiddels ruim 14 uur aan het vasten. Het valt hem best zwaar. Ik merk wel een beetje dat ik geen honger, dat is niet het woord, maar het is, ik voel wel een beetje een soort van leegte in mijn maag. Waardoor ik ook een klein beetje grumpy word. Ik heb gewoon honger, ik hou vol, stay strong. Ik heb het gevoel dat ik een slechte adem heb. In Maastricht kunnen de Burenbrugs elk moment oog in oog staan met koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Alleen Rob is nog op de wc met Toetie. Rob, ze komen, hè? Oh, kom eens, hè? Jullie roepen. Dadelijk. Ah! Oh, nee. Ja. Oké, okay, dat is het. Hier kom jij. Ja, je zult ook wel hier lopen, denk ik. Wat? Dan lopen ze, zie je dat? Wauw, ja. Nee, dat is een kind. Wat een mazzel, hè? Ja, dat is een kind. Leuk, hè? Ja, man. Dat is een kind. Hey! Niet schreeuwen, jongen. Kijk, ze zwaaien, zie je dat? Ze zwaaien. Ze zwaaien naar boven, kijk. Leuk, hè? Hitman! Doe nog
Mooi, of niet? Leuk, hè? Heb je de koning nog gezien, of niet? Leuk, ja. Leuk, hè? Ja, leuk, ja. Gaat het veranderen, hè? Kijk, Kees, nog een van de mooiste uitzichten, toch? Ja, maar hij zwaaide niet aan mij. Jawel, hij zwaaide naar boven. Mooier hadden de Buddenbrugs het niet kunnen bedenken. Jorien en zijn vriendin Sanne zijn beneden gebleven. Hopelijk hebben zij ook iets van de koninklijke familie meegekregen. We gaan even mattelen. Heb je wat gezien? Mooi uitzicht. Ja, ze zagen er mooi uit. Ja, ze zagen er heel mooi uit. Ja, ja, ja. Ook leuk dat we met z'n allen naar boven mochten. Ja. Dat was echt... Ja. En dat ze ook de raam eigenlijk af stonden aan ons. Ja, ik wou het zeggen, ja. Ja. Ja, dat was wel heel lief. Ja, super lief, echt waar. Ja. Voor de kinderen is het natuurlijk weer een hele ervaring. Zo denk je van, ah ja, de koning, ah ja, ah ja. Maar als je zelf dit allemaal meemaakt en ook de mensen eromheen... en de setting en de, ja... Het is gewoon een hele mooie beleving. De Buddenbrugs hebben de smaak te pakken en besluiten nog even door te gaan. In de buurt zijn de Koningsspelen. En die zitten bomvol met leuke activiteiten voor de kinderen. Wat willen jullie doen? Wat dan? Voetballen. Zolang jullie geen kleine kinderen doen, uit de trap is het goed. We zijn al daar aan het rondrennen. Ik ben niet zo in balans. Hoeken en trap. Opnieuw, hop. En trap, hop. De hele familie geniet met volle teugen van deze traditionele Koningsdag. En hoewel ze al 3 jaar in Duitsland wonen, voelt Rob zich vandaag weer op en top Nederlander. Zijn hart loopt er zelfs van over. Oh, wat klopt er, kinderen? Ah, ik weet niet, man. Kijk, wij zijn niet per se naar Duitsland gegaan vanwege de schoonheid. Het was puur vanwege het werk. Kijk, als we konden, zouden wij in Nederland blijven wonen. Hè? Wij vallen onder deze monarchie, koning. En... Dus een soort van, hoe noem je dat? Ja, echte samenhorigheid. Het is gewoon samenhorigheid. Het is gewoon mooi om te zien. Spelen, vervelen, lachen en ruzie maken. Het lijkt soms precies op het leven van de familie Zelderus thuis in Werkendam. Daarom haalt Jantina ook aan boord van alles uit de kast om de kinderen zoet te houden. Ze gaan koekjes bakken en daar wordt ze zelf ook blij van. Ik vind het gewoon heel leuk om te doen. Het is ontspannend en iedereen wordt er over het algemeen ook blij van. Ik probeer wel eens iets uit wat dan iets minder in de smaak valt. Maar over het algemeen vinden ze het wel lekker en wel leuk. Koekjes bakken staat met Pasen en met Kerst en zo eigenlijk altijd wel op programma, hoor. Julia, de 12-jarige dochter, vindt het steeds minder leuk om koekjes te bakken. En dat geldt ook voor de vakanties op het schip. Het is soms wel vervelend aan boord zijn. Want dan kan je niet naar vrienden toe. En dan zie je altijd bij je ouder veel saai. Maar je ziet allemaal dingen die andere mensen niet zien. Echt wel, Manny ziet dat ook en Manny is er nu. De vriendinnen vinden het allemaal even leuk om mee te gaan. We hebben regelmatig iemand mee. Vorig jaar Sarah nog. Ze heeft natuurlijk wel dingen te doen ook op een gegeven moment. Ook in de vakantie in het weekend. Wat ze zei, de vriendin is vandaag jarig. Natuurlijk is dat leuk om naartoe te gaan. Maar ik heb wel zoiets, tot een bepaalde leeftijd gaan ze gewoon nog met ons mee. Anders dan is er voor mij ook nooit meer de mogelijkheid om... gezellig aan boord te gaan. Kijk, misschien verandert dat wel. Hè? Naarmate de derde grote echt veel meer dingen krijgen als ze gaan werken. En er zullen echt wel andere dingen anders gaan worden. Maar voor nu vind ik dat ze voorlopig gewoon lekker met ons mee. Ze is 12. Ja, alleen thuis is ook nog niet echt een optie. Hè? Dat lijkt me wel leuk. De mannen laten, ondanks dat het Pasen is, het koekjesbakken aan zich voorbij gaan. Ze hebben meer zin in een potje gamen. En dat mag zo waar. Normaal gesproken hebben we wel regels, maar ze zijn er maar 2 dagjes aan boord. Dus we hebben met de computer laat ik ze even gaan. De computer staat ook nog maar net, dus de spelletjes zijn hartstikke nieuw. Deze dagen laten we ze gaan, maar normaal is het denk ik een 20 minuten, half uurtje per persoon op een dag. En dan moet het ook wel weer genoeg zijn, want anders dan zitten ze de hele dag achter het scherm. Maar de favoriete hobby is ruzie maken. Julia, misschien wil jij het hun laten doen, want jij ging ze versieren. Ja.
mag je dit jaar nou niks. Nee, we hebben dus de grote vormen. Die zijn een beetje groot. Dus we dachten, we maken kleine koekjes. Blijf ze al op. Ja, ze zitten de hele tijd te eten. Dat is het idee, zeg maar. Jurian, hou eens op met eten. Hou er geen deeg over, jong. Ja, helemaal deeg over. Kijk maar. De zoektocht naar Jenny's feestjurk wordt een week later voortgezet. Door online speurwerk weet ze inmiddels precies waar ze moet zijn. Ze wordt vandaag bijgestaan door twee vriendinnen en moeder Janneke is er ook bij. Hoi. We zijn onderweg naar een shopwinkel met allemaal jurken. De laatste keer, of de allereerste keer dat we gingen winkelen voor een jurk, is helaas niet geslaagd. Maar dit is wel een hele gaaf winkel. En we gaan kijken en we gaan hopen dat ik er tussen zit. Ik heb een bal. Waar er de vorige keer te weinig keuze was, lijkt het aanbod nu te groot. Bij de vriendinnen van Jenny duizelt het al. Komt er uit vandaag of niet? Nee, nou, ik denk het niet. Nee, hè? We gaan dit niet redden, denk ik. Die is wel heel mooi. Of in het lang? Ja, doe maar lang, ik kort voor vandaag. Nou, Jenny. Show eens even. Oh, jij moet je beetje optillen. Ja. Nou, ik denk dat dit hem is. Ja, ik denk ook dat dit hem is. Hij is mooi, lieverd. Goed hoor. Dit is hem, hè? Ja. Ben geslaagd! Jenny! Het is 9 uur. De Kurochams mogen na een dag afzien eindelijk weer eten en drinken. Ze zijn uitgenodigd door hun Marokkaanse vrienden Appi en Naima voor de iftar. Dit is de maaltijd direct na zonsondergang. Oh, die geur. Oh, zo lekker. Zo lekker. Oh. Naima heeft Ivan ooit uitgedaagd om aan de Ramadan mee te doen. Goed. Heb je het gewoon geflikt? Zeker. Happy! Uitgehongerde Ivan begint na bijna 17 uur vasten al bij de geur van het eten te watertanden. Hij glipt snel even de keuken in en kijkt. Oh, jongens. Ik heb er eentje in een hele dag niet. Maar dit is het wel echt, echt water. Top! Ook zo'n kik kan niet wachten op Naima's maaltijd. Maar hij moet er eerst voor zorgen dat zus Lois veilig terugkomt voor het schoolfeest. Ga jij Lois naartoe? Ja. Waar moet je naartoe? Waar gaat hij nou die andere dochter ophalen? Ja, die gaat Loos ophalen. Die heeft het schoolfeest. Waar de passeres. De zeven hongerige magen aan tafel kunnen het niet langer opbrengen om nog te wachten. Dus ze gaan beginnen. Hoe gaat het officieel af? Want zij zet even de telefoon aan. Ik zet de telefoon, doe ik eigenlijk de smeekbeden altijd. Ja. En dan zeggen we bismillah en dan gaan we eten. Ja. Ja? Ja, nee, laten we dat doen. Het is een smeekbede. Dan zeg je van ik hoop dat mijn vaste geaccepteerd mag worden. En dat alle mooie dingen in je leven mogen uitkomen. Eigenlijk een wens, een soort wens. En dan zeggen we bismillah. Bismillah. Goed zo. Oh, eens kan jij het ook. Goed zo. Oh, dit is zo lekker. Alles is lekker. Oh, dit is zo lekker. Zo lekker allemaal. En terwijl iedereen zit te smullen, komt dochter Lois in gekuiste kledij terug van haar schoolfeest. Hoi, hoe was het? Wat zie je er prachtig uit? Het was wel leuk, maar ongeveer om 7 uur begon.
Toen was het best wel een beetje saai. Want ja, het waren allemaal een beetje rare liedjes en zo. Maar daarna werd het wel heel gezellig. Ja, goede muziek of niet? Het zal bezorgde vader Ivan Worst wezen. Er is maar één ding waar hij echt interesse in heeft. En had je chance of niet? Nou, Ivan, is dat voor vraag? Kijk hoe knap een meid en ja, nee, jurk. Nee, maar ja, tuurlijk, maar liever niet. Ja, maar dat is dan jammer. Want dat is heel jammer. Ik heb de hele tijd staan kijken. Zalig. Oh, dit is zo lekker. Oh. Maandag in een huis vol leeft Tyler Buddenbrook haar kapperskills uit op de kinderen. Dat ziet er goed uit, hè? Ja. Hij lukt ook weer alleen de wind gaan. Dus, ik doe alsof. Hij bent allemaal. Hallo, ik ben 16 jaar. Hallo. In Tollebeek is het eindelijk zover voor Jenny Jelies. Ze is jarig. Wat dacht je van een rijlesje? Echt. En er staat haar een nog grotere verrassing te wachten. En de Curaghams gaan naar de dodenherdenking op de Dam. Maar dan is er plotseling een kind kwijt. Waar is Pixie? Is toch met jullie? Nee. Serieus? Nee, echt niet. Omdat we naar elkaar omkijken. KRO